Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden. En nam mijn papieren door voor wat betreft mijn lading en mijn bestemming. Mijn mobilifoon stond altijd aan op kanaal 19. En plotseling hoorde ik op de lijn de stem van de kleine jongen. En hij is hij. Is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddybeer. Ik drukte mijn knop in en zei, je hebt er eentje Teddybeer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilifoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is het weinige van die dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilifoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er nu niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo best de hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak, geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding wat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit, maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal, zolang de jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei in de tijd, eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit op een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude ontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt. Dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zegt Teddybeer, waar woon je precies? En hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. En keerde me terug en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat in reed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddybeer gehoord. En bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene naar de ander. En overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit het geluk heb gezien, zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond, om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddybeer, voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing, een vrouwenstem op de lijn. Met bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van een jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf naar huilen. God bless you and goodbye.